De waterspreeuw bouwt een koepelvormig nest, ongeveer ter grootte van een voetbal. Het bestaat grotendeels uit mos, takjes en droog gras en wordt verweven met bladeren van loofbomen. Een klein gat in een koepelvormige nest verraadt waar de ingang zit. Het nest wordt vaak boven of langs stromend water gebouwd. De breitagklam is ontstaan door het wegsmelten van de breitaggletsjer in de late ijstijd. De rivier de Breitag heeft zich in de loop der eeuwen een weg weten te banen door het gesteente, met als gevolg een kloof van ruim 150 meter diep en 2,5 kilometer lang. De Breitagklam behoort daarmee tot een van de diepste kloven in midden Europa. De Breitagklam ligt in de Duitse deelstaat Beieren, niet ver van de plaatsen Oberstdorf en Klein-Walsertal. De kloof werd ontdekt aan het begin van de 20e eeuw en is vanaf dat moment begaanbaar gemaakt voor bezoekers. Buiten de spitsuren is het zelfs mogelijk om de Breitagklam met een kinderwagen of rolstoel te betreden. Dit is echter ook wel op eigen risico. Het hele jaar door is het mogelijk om een bezoek te brengen aan de kloof. Ieder jaargetijde biedt een ander schouwspel van de moeder natuur. Van reuze ijspiegels in de winter tot zonnestralen die fel op het water schitteren in de zomer. Sla ook met regen een bezoek niet af, want juist dan denderen er indrukwekkende hoeveelheden water doorheen. De eerste pogingen om de kloof toegankelijk te maken dateren van het einde van de 19e eeuw, maar waren niet succesvol. Uiteindelijk waagde de jonge pastoor Johannes Schiebel uit Diefenbach het om de klam te ontwikkelen, zocht sponsors en richtte de Breitagklamvereniging op. Zijn belangrijkste motivatie was het vinden van een nieuwe bron van inkomsten voor zijn arme parochie en ontwikkelen van het opkomende toerisme in de regio. De eerste explosie vond plaats op 25 juli 1904 en op 4 juli 1905 werd de toegang tot de kloof ingehuldigd. Op 23 september 1995 om 6 uur vond er een enorme rotsval plaats, waardoor 50.000 kubieke meter gesteente en puin in de kloof gleed. Vervolgens werd 300.000 kubieke meter water op 30 meter hoogte afgedamd. Op 23 maart 1996 om 11.30 uur brak het water door, waardoor de kloof grondig werd verwoest en een schade van 150.000 euro werd veroorzaakt. Het mooie en tevens indrukwekkende aankloven is dat het meestal is gemaakt door moeder natuur. Doordat het water een weg zocht van het hoogste naar het laagste punt, ontstonden er kloven. De weg van de minste weerstand werd gezocht en door de brute kracht van het water ontstonden er kloven in de grond. In het geval van de Breitagklam is de kloof gemaakt door de Breitagrivier, die vanuit het Klein-Walsertal een weg naar Duitsland zocht. De Breitagklam bevindt zich daarom ook in twee landen. De entree vind je in Duitsland.
en het hogere tussen- of eindpunt ligt in Oostenrijk. De Breitaklam zelf is ongeveer 2,5 kilometer lang en heeft een hoogteverschil van 150 meter. Maar de wandelingen erin zijn iets minder lang. Zo kan je kiezen voor een enkel doortocht van iets meer dan 2 kilometer, waarbij je teruggaat met een bus. Indien je de Breitaklam ook terug wilt lopen, is de tocht 4,5 kilometer. Beide routes zijn aan elkaar te knopen en goed te doen voor ieder niveau. De tocht is overigens niet voor iedereen met hoogtevrees of claustrofobie. De afgronden kunnen soms vrij hoog zijn en de doorgangen wat smal en donker. De Breitaklam ontstond na de laatste ijstijd, zo'n 25.000 jaar geleden. Het klimaat in Midden-Europa was erg koud. Aardse oorzaken zijn verantwoordelijk voor de afkoeling. Het verschuiven en herschikken van continenten, reflecties van de zon, de grote ijsmassa's en de veranderende loop van de golfstroom speelden een grote rol bij het ontstaan van de ijstijd in Oberallgäu. Daar was de temperatuur gemiddeld 3 graden onder nul. De Ilergletsjer in het Oberstdorfgebergte begon te groeien en duwde zijn gletsjerijstong in de uitlopers van de Alpen ten noorden van de Kempte. De Ilergletsjer werd bevoorraad door de Breitaggletsjer. Dit alles gebeurde ongeveer 23.000 jaar geleden. In het huidige Kleinwalsertaal lagen ijsmassa's tot wel 700 meter dik, waarbij alleen de hoogste bergen uit het ijs staken. Ongeveer 15.000 jaar geleden begon het warmer te worden. De gemiddelde temperatuur steeg en gletsjers begonnen te smelten en te verdwijnen. De gebieden Kleinwalsertaal en Tiefenbach waren ongeveer 11.000 jaar geleden ijsvrij. De Breitaggletsjer heeft een diep uitgesneden hoogdal in het Walsertaal achtergelaten. Het smeltwater van de jonge Breitag begon steeds dieper in de valleibodem te dringen. Er ontstond een diagonale scheur door de kalksteenrotsen van schratten. Omdat het gewicht van het ijs te sterk was voor de kalksteen. Via deze scheur vond de Breitag een weg naar de vallei in Tiefenbach. 90 meter lager. De erosie van de rotsen versnelde door puin, waterdraaikolken en zand. Het water spoelde de zachte mergellagen weg. Door het malen van water ontstond na 10.000 jaar een bijna 100 meter diepe kloof. De kloof is 1600 meter lang en slechts 2 meter breed bij de zogenaamde swing. We zijn ondertussen buiten de klam aangekomen en wandelen nog een stuk langs de Breitag. Vanaf de Breitag zijn we omhoog geklommen en lopen bovenlangs terug naar onze startplaats.